Goedemiddag allemaal bij dit event van de kenniswerkplaats Urban Big Data. Welkom hier in het CIC. Goede omgeving om te luisteren naar een interessante middag, een interessant verhaal deze middag van Maaike Harbers. Mijn naam is Paul Rutte. Ik wil heel kort een paar dingen met u delen. Kenniswerkplaats, zoals jullie ongetwijfeld weten, is een samenwerking van Erasmus Universiteit, de gemeente en Hogeschool Rotterdam. De spreker van vanmiddag is afkomstig van Hogeschool Rotterdam, van het kenniscentrum Creating 010. Ik mag daar al een tijdje de directeur van zijn. En wat Creating 010 doet, is met name projecten ontwikkelen op het snijvlak van ontwerp en ICT-technologie. En dan weet u ook gelijk waarom wij het interessant vinden en wij namens Hogeschool Rotterdam in die kenniswerkplaats deelnemen. Wij doen een aantal projecten, ik gebruik het even voor een kleine plug voor ons eigen centrum. En wat we recent gedaan hebben is, en dat hebben we voor de zevende keer gedaan. Ik word opgenomen, dus opgenomen. ik word opgenomen, dus ik moet heel goed in de microfoon praten. We hebben voor de zevende keer het zogenaamde IoT-event georganiseerd, Internet of Things Rotterdam. En dat gaat eigenlijk ook heel sterk over de thematiek van de kenniswerkplaats. En ik ga nu proberen u een korte impressie te laten zien van wat we gedaan hebben daar. En wat die dag allemaal heeft ingehouden. Ik heb in de tijd met Fadi kort gesloten om zoveel mogelijk mensen die bij de kenniswerkplaats betrokken zijn, of in ieder geval geabonneerd op de nieuwsbrief of het nieuws, te mailen ook. Dus misschien hebben jullie van de IoT gehoord. Dat resulteerde in ieder geval in 30 inschrijvingen van de gemeente, waar er uiteindelijk 15 van kwamen opdagen. Dus voor die mensen die zich ingeschreven hebben en ook voor de mensen die zich niet ingeschreven hebben, wil ik even een korte impressie laten zien van wat er die dag gebeurd is. De titel is Who's in Charge? En dat is het thema van vandaag. En dat is ook wel de vraag, want er komen allerlei nieuwe processen op gang waarmee machines kunnen beslissen en kennis hebben en beslissingen zouden kunnen maken. Maar uiteindelijk is de vraag, wat willen wij ermee en hoe gaan wij daarmee om, is wel een hele belangrijke. Well, the essence of the presentation, the keynote that I gave today, it was awareness. We kijken altijd naar hoe goed systemen werken. En hoe groot de kunstmatige intelligentie inmiddels is in vergelijking met menselijke intelligentie. En ik pleit ervoor om het perspectief helemaal om te draaien en het anders te bekijken. Kijk maar naar hoe slecht systemen werken. Ja, let op, er gaat heel veel veranderen in die stedelijke omgeving ten gevolge van de robotisering. En dat gaat effect hebben op hoe jouw omgeving eruit ziet en wat jij iedere dag doet. En daarnaast zitten daar nog heel veel vragen achter. Hoe ga je dat uiteindelijk veilig toelaten? Future looks interesting. Die mechaniek en die computers kunnen heel veel beslissen, maar het is ook wel aan ons de vraag wat we daarmee willen. We waren het gesprek aan het voeren over ethische dilemma's bij het inzetten van kunstmatige intelligentie. The essence of my presentation is that story form is bound to medium platform. Change the platform, you change the kind of story. And right now we're at a moment where things, and especially things armed with artificial intelligence, can help guide us through stories, for better or worse. Daar zit een fundamenteel probleem in, namelijk in de analytics, in de manier hoe wij door machineprocessen gegevens, informatie interpreteren, daar schieten we altijd tekort. Want uiteindelijk beïnvloeden al deze verhalen ons wel en ook de beslissingen die gemaakt worden door de technologie. I think the danger is that hyperpersonalization of stories loses something. I think stories have been something like our cultural operating system. It helps us together with many other people see the same world the same way. Internet of Things is natuurlijk wel een heel belangrijk onderwerp. Al wordt het vandaag al heel erg getrokken naar politieke systemen. En minder naar de concrete ICT-ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Ik denk dat we heel veel leren op dit moment. En dat we langzaam zeker ook wat meer grip krijgen over van waar hebben we het nu over met z'n allen. En hoe ingewikkeld is het probleem eigenlijk. En zo'n thema als Who's in Charge is dan denk ik heel erg belangrijk om stil te staan bij wat kan er allemaal al, wat gebeurt er allemaal al. En de volgende vraag is, wat willen wij ermee? What lies between security and peace is awareness. If people do not know what is happening to them, then
paranoia starts, anxiety. En er zijn ook altijd designproblemen in de systemen zelf. Die systemen zijn niet objectief, maar daar zit ook subjectiviteit in het design van de systemen zelf. En daar moeten we leren mee om te gaan. Het menselijke is er helemaal uit. Het zijn allemaal systeemdenkers. So in the Internet of Things, things open contexts and connections without us telling them to. En Hogeschool Rotterdam en Creating No Team hechten er heel veel belang aan dat we daarvan op de hoogte zijn en dat we daar ook al op anticiperen. We need to really watch the storyteller. We need to think about these systems. They have wonderful affordances, but they also have some dangers. And I think education is the answer. Ik geloof in de kracht van de student. En ik geloof in de kracht van de onervaren student. Dat is voor mij echt essentieel. Want iedereen die op dit moment aan het werk is, heeft te veel ervaring. En daardoor weet hij eigenlijk niks. En ik zou ervoor willen pleiten dat studenten zo snel mogelijk veel verantwoordelijkheid krijgen. En gaan echt gaan proberen om anders naar die wereld te kijken vanuit de belevingswereld die zij kennen. Want die kennen wij allemaal nog niet. If you know what really is happening around you, then you can take measures and you can be more in control. En we hebben behoefte aan een samenleving waarin we weer sociale cohesie centraal zetten. En dat we met mensen samen gelukkig zijn. Asking instead, how can machine learning be used to empower people? What does it mean to use machine learning to let people be more autonomous in their everyday life? Negotiate and situate use? That I think is an interesting question. Want we doen praktijkgericht onderzoek, dus je wil constant bezig zijn met wat kan er al en wat heeft dat voor consequenties en wat beslissen wij ermee te doen. I started my presentation by saying that I don't think technology will change the world, but the type of questions that we can ask through technology will. Dit is een onderwerp die op dit moment vrij belangrijk is, omdat er heel veel ethische vraagstukken daar al vastzitten. Wat ik wel mooi vind is dat we nu op een diepere laag komen. Dus het zit niet meer alleen van de robot neemt ons werk over. Maar de vraag is ook, wat voor eisen stellen we eraan en wat zijn de volgende stappen? Wat gaan wij ermee doen? Want als techneut die de techniek en de ontwikkeling die zo snel gaat, dat vind je hartstikke leuk. Maar dan moet je ook stilstaan bij, ja, wat als? En dat is wat ik de zaal probeer mee te geven. Dat ze daar nou ja, in ieder geval kennis van nemen. En daarnaast voor zichzelf kunnen bepalen, ja, en wat wil ik daar dan uiteindelijk mee? En vind ik dat acceptabel of niet? Takeaway from today is that there are a lot of approaches we can use to think about this. Changes happen and we are the drivers of change. We're making these changes happen. Ga niet alleen met de techniek hollen, maar blijf ook stilstaan bij de consequenties daarvan. Another takeaway, important one, is what do we want to design for the Internet of Things? Either we want to design for machines to know more about us, or what I propose, we should design for us to know more about machines and each other. Internet of Things is niet veel meer dan mekaar vinden met systeempjes en sensoren, waardoor we weer samen sterk zijn. Het debat over who's in charge is nog lang niet af. We hebben Internet of Things ooit als uitgangspunt genomen. Dat kunnen we nog steeds gebruiken, maar er komt AI bij, er komt big data bij, er komt ethiek bij. En wat ik merk, dat we eigenlijk met dat who's in charge thema echt wel een kernpunt geraakt hebben, want iedereen bleef er ook op terugkomen. Who's in charge? That's the question. Nou, los van het promotionele aspect dacht ik, dit is wel een interessante introductie ook om op datgene wat Maaike straks ons met ons gaat delen. Ik heb nog één ander dingetje, even kijken. Dus who's in charge was het thema. Wie heeft er nu eigenlijk controle over alles wat met technologie, IoT, big data, algoritmes gaat gebeuren? Nou, dat vinden wij een belangrijk thema. Daar komen ethische kwesties in naar voren. En voordat, ja, de volgende link, voordat ik Maaike het woord ga geven, wil ik jullie toch nog even attenderen op een ander event. Heel kort, je kan het vinden op de website van Creating No Team. 27 juni, als ik het goed heb, ja, 's middags in de kunsthal hebben we een openbare les van onze lector Privacy en Cybersecurity. En in lijn van wat in de video gezegd werd, we moeten design en engineering met elkaar fuseren, zodat als we, en dat volgens mij gaat Maaike daar ook wel iets over zeggen, als wij systemen vormgeven, moeten we vanaf het begin dingen als privacy, security, ethiek meenemen. Want het is niet een quick fix die je achteraf kan regelen. En zeggen, we hebben een systeem, dus nu moet er nog even iets met privacy gebeuren of met ethiek. Het is een design kwestie, maar designers en engineers
moeten die twee dingen gezamenlijk met elkaar oppakken. Dat is ook wat Mortaza Shoabarg jullie gaat vertellen als jullie 27 juni misschien naar de kunsthal komen. En als u er niet bent, kunt u vlak daarna de lezing downloaden van de website. Nu gaan we terug wat mij betreft naar het echte scherm en naar het hoofdprogramma. Want dit is alleen maar sideshow. Ik ga het woord geven aan Maaike Harbers. Zij is lector AI and Society bij Creating 010 sinds een tijdje. Ze is ook hoofddocent CMGT, Communication Media and Games Technology, aan de Hogeschool Rotterdam. En ze gaat u vertellen over ethiek en de overheid en big data. Maaike, aan jou. Dankjewel. En van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga... Paul heeft me al helemaal geïntroduceerd. Heel kort, ik heb kunstmatige intelligentie en filosofie gestudeerd. Daarna gepromoveerd kunstmatige intelligentie bij universiteiten. En sinds een paar jaar werk ik bij de Hogeschool Rotterdam. En nu doe ik onderzoek naar ethische impact van kunstmatige intelligentie op de samenleving. En ik kijk dan met name naar de rol van ontwerpers. En vandaag ga ik iets vertellen over street level algorithms. Ik ga later uitleggen waar die term op slaat. Want ik wil vandaag ook met name kijken naar de overheid, van wat betekent kunstmatige intelligentie nou bij de overheid. Nou, en dan ben ik zo vrij geweest om heel grof de taken van de overheid in twee delen op te splitsen. Ten eerste wordt er beleid gemaakt door de overheid, er worden wetten, regels, beleid wordt opgesteld. En een tweede taak van de overheid is om te zorgen voor de uitvoering van die wetten en regels, of toe te zien op de uitvoering daarvan. Als je dan die twee kijkt, waar zou dan de kunstmatige intelligentie vooral een rol kunnen spelen? Wie denkt bij de eerste of bij de tweede? Ik zie iets meer bij de tweede. We gaan straks in discussie. Bij de eerste denk ik, zal daar ook een rol kunnen zijn. Maar als je kijkt waar kunstmatige intelligentie nu wordt ingezet, is dat vooral bij die tweede. Mensen die ambtenaren, politieagenten, rechters worden bijgestaan door algoritmes. Bijvoorbeeld doordat algoritmes bijstandfraude voorspellen. Of voorspellen waar crimineel gedrag gaat plaatsvinden. Of wie crimineel gedrag mogelijk kan gaan vertonen. Predictive policing wordt dat wel genoemd. Voortijdig schoolverlaten wordt voorspeld. En bij de rechtspraak worden voorspellingen gedaan over de kans op recidive, dat iemand weer terugvalt in crimineel gedrag. En daar kunnen mensen gebruik van maken. Wat ook gebeurt in mindere mate is dat taken van mensen worden overgenomen door algoritmes. Dus beslissingen over bijvoorbeeld hebben mensen recht op bepaalde voorzieningen zoals een vergunning of bijstand, zorgbudget. Daar kunnen algoritmes ook voor ingezet worden. Dus dan heb je AI als vervanging. Nou, even voordat we beginnen, want ik ga in op de ethische aspecten, dat is vooral kritisch. Maar eerst even, waarom zou je überhaupt kunstmatige intelligentie willen? De overduidelijke grote voordeel van AI is dat het werk dat je met een heel leger aan mensen kan doen, met een hele grote groep mensen, kan één algoritme doen en die kan veel sneller, veel meer informatie verwerken dan wij mensen. En dat is ook de reden dat veel overheden dit een hele interessante richting vinden. Afgelopen week was het in het nieuws, dit doet de overheid dan ook. De overheid, ik weet niet of mensen het hebben gezien, dit was een bericht van de NOS. De overheid gebruikt op grote schaal voorspellende algoritmes. En ook direct bij heel veel berichtgeving over algoritmes wordt gewaarschuwd voor de risico's daarbij. En onder andere discriminatie. Dus daar wil ik het in dit praatje ook over hebben. Ik wil eerst iets vertellen over wat doen algoritmes eigenlijk. Voor sommigen zal dat bekend zijn, maar heel even basis, wat zijn algoritmes? Dan discriminatie door algoritmes, hoe komt dat? Dan wil ik iets gaan zeggen, want mensen discrimineren ook. Wat is nou het verschil tussen mensen en algoritmes dan? En tot slot wat aanbevelingen, wat de overheid, wat de gemeente hiermee kan doen. Wat doen algoritmes? Een algoritme is eigenlijk een systeem dat een input omzet naar een bepaalde output.
En dat kan heel simpel zijn, van 2 keer 2 is 4, gewoon een sommetje oplossen. Een bedrag in dollars omrekenen naar euro's. Als de temperatuur lager is dan 21 graden, dan moet de verwarming aan. Dat is wat algoritmes doen. Soms is dat wat ingewikkelder. Wat ook de input kan zijn, is een schaakopstelling. En dan geeft het algoritme's output de volgende zet. Een e-mail en het algoritme bepaalt, is dit spam, ja of nee? Spraakgeluid, dat kan een algoritme omzetten naar tekst. Klikgedrag van een gebruiker omzetten naar een aanbeveling. Bijvoorbeeld voor een film of nieuwsartikel. De eerste paar in zwart, die zijn heel. Algoritmes is de basis van informatica. Maar die eerste paar, dan noemen we dat geen kunstmatige intelligentie. Maar op een gegeven moment, als dat gedrag intelligenter wordt, dan noemen we dat kunstmatige intelligentie. Of dat dan intelligentie is, daar zijn heel veel discussies over. Maar dat is hoe het doorgaans naar gekeken wordt. Dan kunnen we ook kijken naar op welke manier werkt een algoritme. En er zijn binnen de kunstmatige intelligentie zijn er veel meer, maar je kan het opdelen in 2 grote stromingen. En het eerste is regelgebaseerde algoritmes. Dat zijn gewoon expliciete regels. Als dit gebeurt, dan gebeurt er dat. De simpele voorbeelden, dus in zwart, de 2 keer 2 is 4, dat zijn voorbeelden van regelgebaseerde algoritmes. Maar soms heb je heel uitgebreide systemen, wat nog steeds op basis van regels intelligent gedrag vertoont, dan is dat regelgebaseerde kunstmatige intelligentie. Een andere vorm van algoritmes, die de laatste tijd heel veel wordt toegepast, dat zijn zelflerende algoritmes. Want je kan je voorstellen dat bij relatief simpele problemen is dat te doen. Regels toevoegen van, bij die schaakopstelling is die zet. Dat is al heel veel werk. Maar op een gegeven moment, ja, een spraakgeluid omzetten in een tekst, dat is niet te doen voor mens om daar allemaal regels voor te verzinnen. En blijkt dat machine learning en dan vaak neurale netwerken heel erg geschikt zijn om dit te doen. Dan hoef je namelijk niet alle regels expliciet te programmeren. Maar het systeem leert op basis van heel veel voorbeelden patronen herkennen. Ja, hoe werkt dat? Dus een zelflerend algoritme wordt getraind. Een heel simpel voorbeeld. Een algoritme dat het verschil kan herkennen tussen honden en katten. Die laat je heel veel plaatjes van honden en katten zien. Daarbij geef je het algoritme ook het goede antwoord. Is iets een hond of een kat? Nou, daar gaat het zelflerend algoritme mee aan de slag. En dit is een ander plaatje. Hier zie je, ik hoop dat de kleur goed te zien is. Een deel van de stipjes is rood, een ander deel is groen. Dit is tweedimensionaal. In de werkelijkheid zijn er veel meer kenmerken, veel meer dimensies. Maar op een gegeven moment, als een algoritme maar genoeg data heeft gezien, gaat het patronen herkennen. En is het in staat om de ene helft van de andere helft te scheiden. En als je dus heel veel van dit soort data aan een zelflerend algoritme voedt, dan produceert hij een getraind algoritme. En dat getrainde algoritme, dat wordt ook wel een classifier genoemd, die kan vervolgens een taak uitvoeren. Bijvoorbeeld in dit geval, is dit een kat? Nee, dit is geen kat. En een plaatje, is dit dan een kat? Ja, dit is wel een kat. Dit is in heel kort hoe algoritmes werken, maar hoe komt het dan dat er discriminatie ontstaat? Er zijn verschillende oorzaken, maar de grootste oorzaak is dat er een bias zit in de trainingsdata. Een voorbeeld daarvan is de overheid van Nieuw-Zeeland. Die wilde mensen de mogelijkheid bieden om automatisch via online een paspoortaanvraag in te dienen. Nou was er op een gegeven moment iemand die heeft meerdere keren geprobeerd. Dan moet je een foto uploaden en die wordt gekeurd door een algoritme. Sta je er goed op, je oren zichtbaar, niet te donker, niet te licht. Maar op een gegeven moment kreeg iemand dit terug, een foto, en er staat bij: The photo you want to upload does not meet the criteria because subject eyes are closed.
dat ging hier niet goed. En dat komt omdat het algoritme is met name getraind met andervormige ogen dan deze. Het oog had geen voorbeelden gezien van dit type ogen. En daardoor als resultaat daarvan kon hij dat niet goed herkennen. Dit komt veel vaker voor, dus veel gezichtsherkenning werkt het best op gezichten van witte mannen. Ook voor spraakherkenning geldt, dat is een tip voor alle vrouwen. Mocht spraakherkenning niet goed werken, mochten je niet goed verstaan, probeer wat lager te praten, vaak gaat het dan beter. Nou, zou je kunnen zeggen, nou, misschien dit kan je rechtzetten. Dit is al heel erg vervelend, zou niet voor moeten komen, maar dit kan rechtgezet worden. Een ander voorbeeld van discriminatie door algoritmes is dit plaatje. Dit is een systeem dat is ontwikkeld in de VS om rechters te helpen bij het voorspellen of iemand of gevangenen recht heeft op vervroegde vrijlating. Dat gebeurt heel vaak. En daarbij wordt voorspeld, nou, hoe groot is nou de kans dat iemand terugvalt in crimineel gedrag? Op een gegeven moment is een journalistieke onderzoeksbureau heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft heel veel verschillende uitkomsten van dat systeem met elkaar vergeleken. En die vond op een gegeven moment, had hij deze twee personen, nou, de linker die had iets gestolen, daarbij geen geweld gebruikt en één keer iets gedaan. De persoon rechts had meerdere keren crimineel gedrag vertoond en daarbij ook geweld gebruikt. Toch was de voorspelling van het algoritme dat die persoon links terug zou vallen in crimineel gedrag hoger dan die van de rechterpersoon. Nou, oftewel het algoritme, ja, dat heeft te maken, die discrimineerde mensen met een zwarte huidskleur. En dat komt omdat in de VS zijn veel meer, met name zwarte mannen, die crimineel gedrag vertonen. Of in elk geval die opgepakt worden, geregistreerd worden voor crimineel gedrag. Dan witte mannen of dan vrouwen. En het algoritme is getraind op basis van die data. En daardoor ze zeggen wel garbage in is garbage out. Doordat het algoritme getraind is met gebiased data, dus een bias voor ingenomenheid, krijg je ook een gebiased resultaat. Een andere manier waarop het mis kan gaan is, dus vaak ligt het aan, veel discriminatie komt voort uit de data waarmee een algoritme getraind is. Maar wat soms ook niet helemaal goed gaat is de selectiecriteria. In het geval van een hond of een kat is relatief duidelijk, is iets een hond of een kat, ja of nee. Maar soms wordt gekeken naar een doel waarbij dat niet altijd even duidelijk is. En een mooi voorbeeld daarvan is de Facebook-knop like. Facebook voorspelt hoe interessant een bericht is voor andere lezers. En op basis daarvan laat hij het hoger of lager in jouw nieuwsfeed zien. Maar daarbij is een aanname, dat gebeurt op basis van likes en nog meer dingen, ook op comments, maar neem even de like. Het feit dat een bericht vaker geliked wordt, betekent niet per se dat het interessanter of relevanter is voor andere mensen. Wat er gebeurt is, als het gaat over politieke discussies, politieke inhoud, dan reageren mensen vooral veel op berichten waar ze het ofwel heel erg mee eens zijn, ofwel helemaal niet mee eens zijn. En dan krijg je een beetje zo'n plaatje. Dus aan de ene kant de berichten die heel erg, waar iedereen het heel erg mee eens is, dat wordt wel echo chambers genoemd. Iedereen deelt berichten waar hij het helemaal mee eens is binnen een bepaalde, een bubbel. Aan de andere kant heb je flame wars, dus berichten waar mensen het helemaal niet mee eens zijn, gaan ze op reageren. Die leveren ook heel veel verkeer op en dat is voor Facebook heel interessant. Maar daar in het midden, de valley of open-mindedness, meer genuanceerde berichten krijgen doorgaans minder likes. Of wordt minder sterk opgereageerd dan berichten aan die extreme. En daardoor worden de extreme veel verder verspreid. Dus daarbij is de keuze voor het selectiecriterium, wanneer is iets goed of niet, zorgt in dit geval ook voor een vreemde gedrag en gedrag wat je misschien niet altijd zou willen. Dan hebben algoritmes ook een versterkend effect. Nou blijkt het al dat
algoritmes, als er bepaalde stereotypen voorkomen in de data, dan wordt dat gereproduceerd door het algoritme. Maar algoritmes die versterken dat effect soms. Dus die stereotyperingen komen duidelijker naar voren. En dat is omdat wat algoritmes doen is op zoek gaan naar patronen. En zodra ze een patroon hebben, dan hebben ze heeft een algoritme houvast. Dus dat komt dan sterker naar voren. Dat versterkend effect wordt nog sterker op het moment dat mensen daar weer op gaan reageren. Dus een voorbeeld daarvan is bij predictive policing. Hier zie je een kaartje van Amsterdam met een aantal vlakken daarop. Dus er zijn, ik weet niet of de kleuren goed te zien zijn, maar er zijn wat rode vlakken, wat gele vlakken. En wat die vlakken zijn, dat zijn voorspellingen van waar de grootste kans is op misdaad. Nou, zoiets is handig voor de politie. Politie heeft beperkte menskracht en die moet kiezen, nou, waar stuur ik mijn mensen naartoe? Ja, die stuur je waarschijnlijk naar de rode gebiedjes, want daar heb je de hoogste kans dat je iets vindt. Maar goed, als daar nou eenmaal mensen naartoe worden gestuurd, dan is de kans dat je daar misdaad vindt natuurlijk groter dan wanneer er geen politie is. Dus als je dan na een dag later of een week later opnieuw het algoritme een voorspelling laat doen, dan worden die rode vlakken nog roder. En zo ontstaat er een soort feedback loop waar je nauwelijks meer uitkomt. En dat heeft gewoon grote gevolgen. Stel je hebt toevallig een huis... In een wijk die op het moment dat de politie hiermee begint, net toevallig die maand daarvoor een paar inbraken heeft gehad. Nou, er komt steeds meer politie, staat slechter bekend. Dat kan invloed hebben op de prijs van je huis. Belangrijk is in deze, bij dat voorspellen, eigenlijk wat algoritmes doen, die kijken heel erg naar correlatie. Dus wat gebeurt samen? Dus in die wijk komt misdaad vaker voor. Maar correlatie is geen causatie. Dus bijvoorbeeld als mensen bijstand aanvragen, dan kan het zijn dat in bepaalde postcodegebieden dat er vaker sprake is van bijstandsfraude. Maar dat betekent niet dat iedereen dat komt doordat mensen in die wijk wonen. Dus is het dan terecht dat mensen in dat postcodegebied vaker gecontroleerd worden? Afgelopen week in het nieuws waren ook dat de gemeente Amersfoort die voorspelt voortijdige schoolverlaters. Een van de factoren die daarin mee wordt genomen is als je vaak van school wisselt, is de kans op voortijdige schoolverlating wat groter. Ja, als je nou toevallig ouders hebt die een aantal keer verhuisd, dus het feit dat je vaak van school wisselt, hoeft niet te betekenen dat je ook daadwerkelijk voortijdig schoolverlater wordt. En dan kun je de vraag stellen, ja. Dus ik ga heel even terug. De vraag bij dit plaatje is, deze voorspelling klopt toch? Of dit is toch op basis van objectieve data? Dat klopt, dat is op basis van data, maar daarbij is ook wel een beetje de vraag, zijn dit al wijken waar vaker gecontroleerd is en in het verleden al? Misschien zit daar al een bias, zeg maar. En misschien dat de eerste keer die voorspelling wel klopt, maar je wil niet in zo'n feedback loop komen. Dus de vraag is ook een beetje bij dat correlatie is geen causatie. Iets komt wel vaker voor, maar is het eerlijk om mensen op basis van een correlatie vaker te controleren? Omdat mensen die op jou lijken vaker frauderen of crimineel gedrag vertonen, terwijl jij daar niks aan kan doen op basis van wat toevallige persoonskenmerken, is het dan eerlijk om die mensen veel vaker te controleren? En ten tweede, is het dan eerlijk om mensen toegang tot bepaalde dingen te ontzeggen? Dat is het probleem. Wat er dus eigenlijk gebeurt, die algoritmes voorspellen niet alleen de toekomst. Het idee is dat die algoritmes voorspellen, maar door die voorspellingen, daar reageren mensen op. Door die voorspellingen beïnvloeden ze ook de toekomst. En dat is iets waar we goed over na moeten denken. Nou, wat factoren die er dan nog bij komen. Bij algoritmes
is er vaak geen inzicht in het beslissingsproces. En stel je doet een aanvraag en dat wordt afgewezen op basis van een algoritme. Dat is erg vervelend als je geen verhaal kan halen. En ik heb hier weer even de twee plaatjes van de twee typen algoritme, dus regelgebaseerd en op basis van machine learning. Bij een regelgebaseerd systeem is het makkelijker om te achterhalen op basis van welke regels is een aanvraag afgewezen. Maar bij machine learning, helemaal bij een neuraal netwerk, dan is informatie zit niet op één plek. Dat is geïnspireerd op onze hersenen. In onze hersenen heb je ook niet één plekje waar ze opgeslagen, dat ik nog morgen een boodschap moet doen. Dat zit verspreid over je hersenen. Op diezelfde manier is dat zo bij neurale netwerken, wat nu heel veel gebruikt wordt. Dus dan is het ook zelfs voor experts niet te achterhalen op basis waarvan een algoritme tot een beslissing is gekomen. Een ander bijkomend probleem is, want ik stelde net twee situaties voor. Mensen kunnen algoritme gebruiken ter ondersteuning of ter vervanging. Nou zou je kunnen zeggen, als je het nou ter ondersteuning doet, dat klopt niet altijd, dan is een mens gewoon altijd nog degene die de beslissing maakt. Dan is het wel belangrijk om te weten, mensen nemen bijna altijd het advies van een algoritme over. Dus de vraag, data zijn toch objectief? Vaak wordt veel mensen denken data zijn objectief, algoritmes zijn objectief. Dat beeld heerst. Dat hoeft dus niet zo te zijn. Maar het is in de praktijk blijkt, het is lastig om tegen het advies van een algoritme in te gaan. Goed, dan ga ik door naar een beetje de balans opmaken. Want algoritmes discrimineren dus, maar mensen discrimineren ook. En ik wil dan even terug naar het beginplaatje. Dus je hebt het wetgeven en het uitvoeren van de wet. Waar zit nou de macht? Nou, in eerste instantie denk je misschien dat zit bovenin. Daar waar de wetten gemaakt worden, daar wordt bepaald hoe een samenleving uitziet. Wat wel mag, wat niet mag. En daaronder zitten allerlei mensen, ambtenaren, politieagenten, die die wetten uitvoeren. Maar dat is niet helemaal waar. Kennen mensen de term street level bureaucracy? Ik zie wat mensen knikken. Dat is een begrip uit de jaren 80 van Lipsky. Die beschreef het fenomeen dat ambtenaren die veel contacten met burgers en die spelen daardoor een kritische rol in de beleidsuitvoering. Daar zit regels voorzien nooit helemaal in alle mogelijke situaties. Dus de mensen die wetten moeten toepassen en dat moeten beoordelen, daar zit een bepaalde mate van vrijheid in. Een paar weken geleden waren twee collega's, ik heb ze niet gezien, twee collega's van jullie, tenminste ik neem aan dat het de meeste gemeente Rotterdam, twee mensen van de gemeente Rotterdam gaven een gastcollege. En één daarvan was een ambtenaar en daarvoor politieagent geweest. En die vertelde daar ook over dat in elk geval bij de politie wordt dit ook wel discretionaire bevoegdheid genoemd. Ik persoonlijk, naast dat ik lector ben ik ook docent. En daar heb ik zelf ook regelmatig te maken met mijn discretionaire bevoegdheid. Dus dan zijn er studenten die vragen om een uitzondering. Mag ik dat niet iets later inleveren? Of ik weet dat de herkansing niet is geweest, maar ik was ziek, mijn oma lag in het ziekenhuis. Of ik moet nog één vakje, dan kan ik met mijn afstuderen beginnen. En nou is het natuurlijk al, vaak denk ik, ik wil die ene student best zijn zin geven. Dat is helemaal niet zoveel werk. Alleen het nadeel daarvan is, als ik dat toelaat, dan wil misschien de hele klas uitstel. Dus ik probeer niet te veel daaraan aan toe te geven. Maar toch zijn er gevallen waarin ik zeg, jij hebt zo'n uitzonderlijk verhaal. Voor deze situatie wil ik wel een uitzondering maken. Als een student een half jaar moet wachten, een half jaar studievertraging oploopt, terwijl ik in een half uurtje nog iets kan nakijken, dan wil ik dat wel doen. In dit soort gevallen krijgen ambtenaren, politieagenten en rechters krijgen daarmee te maken. En daar zit dus wat ruimte, daar zit wat vrijheid. En dat is echt op basis vaak van menselijke beoordeling.
Nou ja, die menselijke beoordeling, daar zit natuurlijk ook de ruimte voor discriminatie. Als een politieagent die heeft, als die op straat zijn werk, die mag kiezen wie hou je staande, ja of nee. Nou kan je zeggen, ja, ik hou vooral zwarte mensen staande. Of een andere eigenschap op basis waarvan je discrimineert. Nou kan zo'n politieagent zeggen, ja, maar dat is mijn discretionaire bevoegdheid. Dus je zou kunnen zeggen, nou dan staat het 1-1. Algoritmes discrimineren, maar mensen doen dat ook. Toch is er een beetje een verschil. Politieagent in dit geval, die is niet alleen, maar er zijn een heleboel politieagenten. En dat algoritme, als je een algoritme ontwikkelt, is er één algoritme dat alle gevallen beoordeelt. Die politieagenten, die maken allemaal, die denken daarover na, die maken allemaal, die vullen hun discretionaire bevoegdheid, hun street level bureaucracy, net een beetje op een andere manier in. En dat algoritme, die doet alles op dezelfde manier. En daarbij, nou, we hebben net gezien, algoritmes die hebben een versterkend effect. En dat wordt natuurlijk sterker als alle gevallen precies op dezelfde manier beoordeeld worden. Dus de schaal van algoritmes is veel groter. En nou ja, bij die politieagenten, misschien zitten er wat rotte appels tussen, mensen die discrimineren, maar er zullen ook mensen zijn die dat niet doen. Want street level bureaucracy, ook al kan dat negatieve discriminatie veroorzaken, het biedt ook ruimte voor positieve uitzonderingen. Soms zie je in een situatie waarin iemand misschien over een regel heen is gegaan, maar als dat iemand die de snelheidslimiet overtreedt omdat er een zwangere vrouw achter in de auto zit, nou ja, dan verwacht ik in elk geval dat die meestal geen boete zal krijgen. Dus er is ook ruimte om de situatie te beoordelen en extra informatie mee te wegen. Kan dit... Oh. Je krijgt hem wel. Nou goed. Je krijgt hem toch? Nou ja, ik denk dat er gevallen zijn waarin een uitzondering wordt gemaakt. Ook deels op basis van voormalig politieagent die 3 weken geleden bij ons op bezoek was. Die vertelde een voorbeeld waarbij een jongen had een student had een scootertje gestolen. En wat ze daar hadden bedacht, nou die zou je een boete kunnen geven. Ze hadden in dit geval bedacht, we laten hem helemaal terugrijden met de politieauto erachteraan. En waarschijnlijk zal hij daarna nooit weer doen. Nou ja, er zijn voorbeelden waar je... Kijk, misschien bij een snelheidslimiet is er een duidelijke grens, maar soms is het ook niet helemaal duidelijk. Is er nou een grens overschreden, ja of nee? Want soms zijn er speciale gevallen waar de regelgeving eigenlijk niet op geschreven is. Het is heel moeilijk bij het maken van beleid om alle mogelijke situaties vooraf te bedenken. Dus als ik weer even terugga naar dit plaatje. Stel het algoritme heeft getraind op basis van deze data. En geleerd, nou, op deze manier kan ik goed onderscheid maken tussen ja en nee. Stel, er komt een nieuw geval voorbij en die ligt daar. Nou, die valt in dit geval net aan de onderkant van de lijn. Maar ja, stel dat dit algoritme net in een andere volgorde data had gekregen, dan had het ook heel goed gekund dat die lijn net wat naar beneden was verschoven en dan had die juist aan de bovenkant uitgevallen. En als je zo naar kijkt, eigenlijk dit zijn ook mogelijke lijnen waarop je de data kan scheiden. En dat hele gebied daartussen, dat staat eigenlijk voor alle gevallen waarmee het algoritme niet is getraind, maar waar wel voorbeelden van zijn. Nou ja, een voorbeeld in de praktijk hiervan is bijvoorbeeld, vorig jaar geloof ik, veel discussie, damestoiletten en herentoiletten, maar wat nou een transgender die in transitie is en misschien in zijn paspoort nog man, maar verder er helemaal uitziet als vrouw, niet herkenbaar meer als man. Moet zo iemand, als je een algoritme zou vragen, zou die waarschijnlijk zeggen in de paspoort staat man, dus man. Maar in de praktijk is het, in dit geval wil je misschien liever dat iemand dan naar de gebruik maar van een vrouwentoilet. En het verschil tussen een menselijke beoordelaar of een algoritme is dat een mens
is heel goed in staat om dit soort uitzonderlijke situaties te herkennen. En mensen kunnen voordat ze beslissingen nemen reflecteren op, ja, is dit een uitzondering, ja of nee? En terwijl bij algoritmes, die maken gewoon een beslissing en die herkent niet dat het gaat om een bijzondere situatie. En als je dan een algoritme opnieuw traint met die nieuwe bijzondere situaties, kan hij het daarna wel meenemen en zal hij het daarna goed doen, maar dan gebeurt dat pas achteraf. Dus algoritmes reflecteren pas nadat, kunnen pas reflecteren nadat een beslissing is gemaakt. En dat vooraf reflecteren, dat daar is, nou misschien komt het ooit, maar met de huidige kunstmatige intelligentie, dat, daar zijn we nog lang niet. Dat is er nog niet. Dan wat aanbevelingen. Wat betekent dit nou? Wat kunnen we hier nou mee? Nou, wat ik dus ook met dat bezoek van die twee collega's van de gemeente Rotterdam, de gemeente is hier al uitgebreid mee bezig. Ik denk dat het vooral ontzettend belangrijk is om heel goed op de hoogte te blijven van wat gebeurt er nou eigenlijk? En wat is er nu al, maar ook de ontwikkelingen gaan heel snel. Dus het is heel belangrijk om goed in de gaten te houden, waar hebben we het nou eigenlijk over en waar kan het misgaan? Nou, en als je dan besluit om kunstmatige intelligentie algoritmes in te zetten, dan er is heel veel onderzoek naar FAT AI, wordt dat wel genoemd, Fair, Accountable and Transparent Artificial Intelligence. Er zijn op internet er zijn heel veel richtlijnen voor hoe zorg je nou dat je die bias, dat je discriminatie door algoritmes voorkomt. En daarbij hou je rekening met, nou, welke data gebruik je dan om te trainen? Hoe kun je zorgen dat een algoritme controleerbaar is? Zorg ook dat als je dan een algoritme een advies geeft aan een gebruiker, dat die gebruiker inzicht heeft in hoe is het algoritme nou tot die stappen gekomen. Denk ook na over, je zet een algoritme in met een bepaald doel, maar denk ook na wat als dit algoritme wordt misbruikt. Op welke manier zou dat kunnen? Wat als dit hele lange tijd in gebruik is? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als dit algoritme op andere plekken in de wereld, in andere culturen in gebruik is? Dus probeer zoveel mogelijk mogelijke scenario's bij na te gaan, proberen zoveel mogelijk de negatieve ethische consequenties in kaart te brengen en daar rekening mee te houden. Iets anders wat erg belangrijk is om aandacht aan te besteden, de interactie met algoritmes. Dus ook als algoritmes gebruikt worden om als advies voor een menselijke beoordelaar, dan is het goed om te kijken, is het belangrijk dat die mens heel goed het oordeel van het algoritme op waarde weet te schatten. Dus dat mensen zich bewust zijn van dat algoritmes fouten kunnen maken en wat voor soort fouten dat zijn, om te voorkomen dat mensen gewoon maar klakkeloos altijd het algoritme overnemen. Want dan is er in de praktijk wel een mens verantwoordelijk, of in theorie wel een mens verantwoordelijk, maar in de praktijk gaat eigenlijk altijd het oordeel van het algoritme geeft de doorslag. Ik denk dat ontwerpers hier ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen door het ontwerpen van een interface, de manier waarop informatie gepresenteerd wordt aan een gebruiker. Dat kan ook ervoor zorgen dat mensen kritischer blijven nadenken. Dit is wel een advies, maar hoe betrouwbaar is dit advies? Verder, wie ontwikkelt en beheert kunstmatige intelligentie? Is dat in handen van externe technologiebedrijven? Wat gebeurt er met de data? Zijn die veilig opgeslagen? Dat zijn eigenlijk allemaal randvoorwaarden om rekening mee te houden. Overheden kunnen ook nadenken over het zichzelf laten controleren door een externe onafhankelijke partij. Of het laten controleren van de algoritmes door een externe onafhankelijke partij op of die algoritmes, of daar bias in zit, ja of nee. En dus eigenlijk mijn belangrijkste boodschap is, blijf kritisch. En dus ik heb net allemaal aanbevelingen, suggesties gegeven voor als je kunstmatige intelligentie inzet, algoritmes inzet, hoe kan je dan zorgen dat je dat op zo'n goed mogelijke manier doet? Maar ook een vraag om te stellen is, voordat je algoritmes inzet, waarvoor zet je het eigenlijk in en waarvoor niet? Dus
algoritmes kunnen een hele grote rol spelen, misdaden oplossen, maar misschien ook wel bij het ophalen van vuilnis, allerlei manieren. Maar met name bij algoritmes die voorspellen. Er zijn op dit moment ook gemeentes die ervoor kiezen om bewust geen voorspellende algoritmes in te zetten. Vanwege de effecten die ik zojuist beschreven heb. Dus ja, blijf kritisch. Dat is mijn slotboodschap. We hadden er straks een vragensteller, die ga ik zo het woord geven. Ik wil alleen even zeggen wat ongeveer ons spoorboekje is. Dit is uiteraard een werkplaats, dus u bent nu aan zet, u moet nu aan het werk, want we hebben ruim tijd voor discussie. Ik denk dat er heel veel discussie over mogelijk is. En maak daar gebruik van. Ik heb zelf nog wat vragen, maar ik geef u eerst de kans. Ik ga even naar hierachter. Heeft u de vraag nog onthouden die u daar straks wilde stellen, of is die inmiddels beantwoord? Ja, goeiedag. Mijn naam is Emiel Verhoef, ik ben van NEN. NEN, Nederlands Normalisatie Instituut. Sorry, Nederlands? Nederlands Normalisatie Instituut. Ja. NEN normen, ISO standaarden. Ik vroeg me af, je zegt van dat de mensen meestal de uitkomst van een algoritme overnemen, dat het vaak gebeurt. Ja. Kan dat dan ook te maken hebben dat de mensen die met die uitkomsten aan het werk gaan, dat men daar minder intelligente mensen voor inzet, omdat men denkt, de intelligentie zit al in het algoritme. En dat die mensen dus zelf eigenlijk die kennis en kunde voor dat beoordelen, wat die algoritmes doen, dus eigenlijk op een veel lager niveau zitten. Dus denken van, ja, ik kan dat toch niet weerleggen. Ja, misschien dat wel eens gebeurt, dat zou kunnen, maar volgens mij is dat niet de oorzaak van het probleem. Want bijvoorbeeld het systeem, het voorbeeld wat ik gaf van het systeem dat de recidieven voorspelt, dat gebruiken rechters om dat gebruikte rechters. Nou ja, ik zou hopen en die rechters, ook die rechters gingen eigenlijk altijd mee met de aanbeveling van het systeem. En dus ik mag hopen dat dat in dat geval niet komt omdat dat die mensen niet intelligent genoeg waren. Ik denk misschien is het tot op zekere hoogte wat gemakzucht, minder nadenken. Het kan ook te maken hebben met verschuilen achter verantwoordelijkheid. Op een gegeven moment, dat is een aantal jaar geleden in een project gewerkt waarbij daar werd big data gebruikt ook om decision makers, dus bijvoorbeeld burgemeesters, te ondersteunen. En daar waren dan mensen die veel verstand hadden van de data. En die wilden eigenlijk zoveel mogelijk informatie aan die, zeg, burgemeesters geven. Met nou, dit, de kans hierop is zo groot, de kans daarop is zo groot. En eigenlijk bleek dat die burgemeesters vaak zo min mogelijk informatie wilden. Die vroegen meer, kan dit ja of nee? Dus dan ook een soort van verschuilen achter verantwoordelijkheid. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met toch het beeld over algoritmes, wat er heerst. Van, nou ja, dat is toch objectief en neutraal. En ja, dat is lastig. Hadden pas, daar zitten ergens de organiserende meiden. Maar daar hadden we ook een bijeenkomst over ethiek en data. En er was iemand van een Arbo-dienst die bezig waren met algoritmes om hun bedrijfsartsen te ondersteunen. Maar die merkte in de praktijk dat die het juist niet gingen gebruiken zolang ze het niet snapten. Dus Die vertrouwden zozeer op hun eigen deskundigheid dat zodra zij dat algoritme niet konden doorgronden wat beslissingscriteria enzovoort waren geweest, gingen ze het niet gebruiken. Oh, mooi voorbeeld, dank je. Mag ik u daar een vraag over stellen? Vindt u dat ethisch in orde of vindt u dat juist niet zo slim? Nee, het is, kijk, dat blijft kritisch. Dat geldt denk ik aan beide kanten. Ik vond je Facebook-algoritme ook wel grappig. Want kijk, in de journalistiek brengen we ook meestal het negatieve grote nieuws. En de wat gematigde beide zijden verhalen zijn ook niet zo interessant. Dus als mensen doen we het niet altijd beter dan het systeem. Ik zou daar nog wel weer op willen reageren. Ik denk wel dat die systemen een grotere impact hebben.
omdat één systeem meteen beslissingen neemt over alles. En de schaal ook waarmee dat gebeurt is echt enorm. Dank voor het verhaal. Ik heb een vraagje. Oh ja. Ik ben Payam Abrishami, adviseur zorginnovatie bij het Zorginstituut Nederland. Ik heb een vraagje naar aanleiding van de problemen die u noemde. Is dat zo dat de algoritmen zelf lerend zijn? Dus dat betekent dat ze adaptief vermogen hebben om zelf de fouten en bias te repareren? En zo niet, zijn ze wel manipuleerbaar in een positieve zin, zodat wel die biasen kunnen van het algoritme eruit gehaald worden? Sorry, heeft u het nu over de mensen of de algoritmes die manipuleerbaar zijn? De algoritmen. De mensen in charge zijn, zodat de mogelijke bias in de algoritmen te herstellen of te corrigeren. Nou, dat is absoluut een streven, maar dat lijkt me de bedoeling, als je gebruik wil maken van algoritmes. Alleen, het blijkt wel dat het best lastig is om dat te doen. Omdat er zoveel patronen zijn, want dan zou je natuurlijk zeggen, nou, je wil niet discrimineren op basis van etniciteit, op geloof. Of dan zou je kunnen zeggen, nou, dan nemen we al die data niet mee in het leren. Maar mensen uit bepaalde groepen misschien wel hetzelfde type gedrag vertonen. Dus bijvoorbeeld als je in een bepaald postcodegebied wonen meer mensen van een bepaalde etniciteit. En op die manier is het, dus ook al neem je etniciteit niet mee, een algoritme kan dat op basis van andere data toch afleiden. Of in elk geval een hele grote correlatie vinden. En dan krijg je toch discriminerend gedrag. Maar misschien, als je dit doortrekt, hè, dan ja. Zou je eigenlijk willen dat je een algoritme traint op de meest valide data die je kan vinden. Want je zegt garbage in is garbage out. Dat betekent op het moment dat je die bias als het ware in het systeem brengt, dat is namelijk een bias. Dat is niet hoe de werkelijkheid eruit ziet. Maar heb je ideeën hoe je dat proces kan optimaliseren? Wat moeten mensen doen om te zorgen dat die algoritmes op de goede manier getraind worden? Op dezelfde manier dat we willen dat ook politieagenten op de goede manier getraind worden. Nou ja, vooral er naar streven dat te doen, maar het kan niet altijd. Want de algoritmes worden altijd getraind met data op basis van het verleden. En als je kijkt naar bijvoorbeeld criminaliteit, we registreren misdaad, maar dat betekent niet, de geregistreerde misdaad is niet alle misdaad. En in de misdaad die eerder geregistreerd is, zit ook al een bias. Dus soms, ik denk het er bewust van zijn en proberen dingen niet mee te nemen. Maar ik denk ook dat, daarom is het ook zo lastig, dat het niet altijd kan. Omdat de data van alle misdaad, die hebben we niet. Denk je dat we de overal... Martijn Verrees, informatiearchitect bij de gemeente Rotterdam. Denk je dat we de overall bias iets zouden kunnen terugdraaien als we de resultaten of de data die we gebruiken voor zeg maar, de negatieve algoritmes ook zouden gebruiken voor positieve algoritmes? Ik bedoel bijvoorbeeld dat je uitkeringsfraude, de data die je daarvoor gebruikt, ook gebruikt voor mensen zoeken die onterecht geen uitkering krijgen. Ja, dat gebeurt ook, las ik. Ja, dat kan je doen inderdaad. Wat is eigenlijk de vraag? Of dat kan? Of dat een goed idee is? Zou het helpen om de bias een beetje te dimmen? Op twee manieren. Op één manier omdat misschien bij die positieve gevallen mensen wel ineens gaan denken van hey, hier zitten wel heel veel van deze soort mensen bij. En aan de andere kant, dat die mensen dus ook gecompenseerd worden, zeg maar. Ik denk niet dat het per se de bias dimt, want het zijn twee verschillende dingen, maar het is wel een goed idee. Maar ik zou zeggen, dat je heft een. Stel je gaat dezelfde persoon controleren op iets of die crimineel is en je gaat hem aanbieden, hey, u komt in aanmerking voor deze regeling. Dan is er nog steeds bias. Daarmee hef je de bias niet op, zou ik zeggen. Maar
dat zou wel een goed idee kunnen zijn om te doen. Wie kan ik nog het woord geven voor een vraag? Kom zo bij. Ja, Jan Stam, ook gemeente Rotterdam. Ik wilde eigenlijk even terug naar dat stukje discriminatie. Dat voorbeeld wat aangehaald werd uit Nieuw-Zeeland. Ik vind het zo onlogisch, omdat in China men al zo ver is met nudging en zelfs dat... Dus ik vraag me of het discriminatie is of gewoon een domme fout. Maar dat is dan mijn... Dan is de vraag, wanneer is iets discriminatie? Want al die dingen zijn domme fouten. Een algoritme die gaat niet bewust discrimineren, maar ik zou zeggen, het is discriminerend gedrag. Ja, ja, ja. Er is iets fout gegaan in het proces van tevoren. Ja, en dat is met alle voorbeelden. Alle discriminatie door algoritme is eigenlijk een domme fout. Eigenlijk zou je dat niet op die manier willen. Er worden, nou voor zover ik weet, alle voorbeelden die we in het nieuws horen, zijn niet systemen die bewust... ontworpen zijn om te discrimineren, dat zijn steeds bijgevolgen van goede bedoelingen. Maar ik vind het wel, ik ben ook zo'n politieman die ooit eens bij de gemeente is gaan werken. En ik heb in Leiden gewerkt, dus ik ken het voorbeeld van de student, de Minerva meneer, die iets een scooterjat bij wijze van spreken. Ja. En dan had je een aandacht, maar je had er altijd zoveel gezeik van, omdat je dan die hele familie over je heen kreeg. Zo werkt het ook gewoon. En wat ik wel geleerd heb, ook wat jij net zei, van als politieman, ik heb altijd wel geleerd om het naar het gedrag terug te brengen. Je ziet iets, dat mag wel en dat kan niet. En dan ga je verifiëren, heb ik het goed gezien of niet. En dan spreek je iemand aan. Niks meer en niks minder. En dan gaat die hele... Dus ik vind het, ik blijf het gewoon altijd heel complex vinden. En dat heb ik ook met dit verhaal. Want toevallig was ik verleden week bij Genesis op het Noordereiland, een of ander bedrijf. Ja, als je dan hoort hoe de handel ermee omgaat, om de AI, om de deal te... Ja, het is bizar wat er allemaal al gebeurt. Ja. Dus ik vind, en als ik het dan weer naar de overheid vertaal, dan denk ik van ja, tuurlijk, we moeten daar ethisch naar kijken. Maar we blijven ook maar in momentum hangen, lijkt wel. Nou, op welke manier bedoelt u dat? U blijft in momentum hangen? Nou, wat u ook schetst, er is heel veel mogelijk. Ja. Toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. En dan toch, ik kan zo een aantal cijfers opnoemen, Rotterdam, Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, en dan kom je op 10, 12.000 mensen, en die zijn inderdaad met de AI, zijn ze geoormerkt, en weet ik veel wat. Ja. Maar we doen er niks mee. Dus er zou, ja, nou ja, maar misschien is daar, ik weet niet hoe dat komt, bij de gemeente Rotterdam. Maar groter dan dat, denk ik wel. Ja, dus, maar wat u bedoelt, we zouden daar meer mee moeten doen. Nou, in ieder geval meer diepgaande analyse volgens mij. Of hoe de NAPO, Nationale Politie, gebruikt ook een tool. Dat heet risicotaxatie-instrument. Daar hebben ze ook allemaal criteria. Dan komt een hoog, zeer hoog uit. En dan krijg je een hele kleine groep mensen. Dus echt minimaal. Maar dat zijn steeds weer die casuïstiek die je dan in de media terugziet. En dat soort dingen. Ja, maar het zijn natuurlijk, ja, dat is de hele lastige afweging van dit verhaal. Er kan heel veel mee en veel sneller, maar ik vind het wel ook heel belangrijk. Het kan ook heel erg misgaan en je zou maar net in zo'n groep vallen. Nee, maar dat klopt. Dat maar dan ben ik wel op zoek naar dat momentum, naar dat onderzoek. Wanneer wordt het net opgehaald? Van oké, hier zijn we. Dat blijft natuurlijk heel erg lastig vanuit die domeinen. Want ik herken wel het, ik bedoel, ik ben ook nog sociaal of ago geworden en dan heb ik zo'n social work opleiding gedaan. En dan is inderdaad een van de dingen die je leert, ja, als kinderen veel van school naar school gaan, dan is de kans inderdaad groot. Ja, maar dat leerde ik 10 jaar geleden al, dus ja, het hoeft niet, hè? Nee, het zijn ook inderdaad vaak niet helemaal nieuwe dingen. Kijk, mensen zien die correlatie en causatie, dat geldt ook voor mensen. En nou ja, net de discriminatie zijn ook, mensen discrimineren ook. Maar nogmaals, de schaal waarop het gebeurt is echt anders. Die is echt wezenlijk anders. En helemaal wanneer dingen ontzegd worden op basis van een algoritme en bepaalde dingen versterkt worden, dan betekent het dat het steeds lastiger wordt om uit een bepaald vakje te komen. Dat als je eenmaal in een bepaald vakje geplaatst bent, om daar weer uit te komen. Mag ik ook nog heel even vragen, herkent u het verhaal wel van de... Ik begrijp, als politieagent probeer je het zo objectief mogelijk een situatie te beoordelen, maar herkent u wel dat het af en toe niet volledig duidelijk is?
op, zeg maar, een regel schrijft iets voor, maar dat je daar als mens, dat daar een menselijk oordeel aan zit. Nee, nou, dat is inderdaad die discretionaire bevoegdheid en daar was ik heel erg goed in. Er speelde ook nog een ander aspect mee, omdat je gewoon niet op werk zit te wachten. Dat is ook gewoon waar. Hè? Het is anders of je om 11 uur 's nachts een melding krijgt of om 5 voor 7 's ochtends. Dat werkt allemaal. En als de vroege dienst nog niet is in je aflossing. Dus daar zit wat ruimte. Ja, ja. Ja, tussen de tijdsbestek van 8 uur zit daar ruimte. Ja, ja. Ja, Rolf Jonker, gemeente Rotterdam. Net kwam de vraag al heel even in beeld. Wie zou die algoritmes op moeten stellen en beheren? Dat vraag ik me af. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk dat het goed is dat overheden zelf kennis daarover in huis hebben. En intern, en als er samengewerkt wordt met externe partijen, dat er heel kritisch wordt gekeken naar wie dat dan is. Deze meneer was wat eerst. Ik heb ook nog een vraag. Oh, ja. Mijn vraag sluit heel erg aan op de vraag van die meneer. Is er ook van, waar wordt nu, dat u weet, eigenlijk bepaald in Nederland wat we willen toestaan met algoritmes en wat niet? Is dat iets, politiek was natuurlijk net de VVD die dat indiende, maar je hebt ook gemeenten natuurlijk die misschien afzonderlijk bepalen wat we wel of niet ermee doen. En je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die dat bepalen in wat ze aanbieden. Waar is daar iets van een community of iets waar men zegt van nou... Ja, dat is eigenlijk nu heel erg gaande. Dus dat heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. Dus op dit moment zijn er allerlei initiatieven gaande. En ik weet dat het ministerie van Binnenlandse Zaken is er nu druk mee bezig. Ook te kijken naar wat voor beleid moeten we daar nou op voeren. En moet dat ook dan een richtlijn worden voor gemeenten? Want op dit moment bepalen gemeenten dat zelf. Daar wordt over gepraat en er is al een verkenning, want het ministerie van Economische Zaken vond dat te lang duren. Dus die hebben al een verkenning AI-net met NED, een rapport verschenen, maar het is er dus eigenlijk nog niet. Daar waren bij Economische Zaken ook het bedrijfsleven bij aangesloten. Ja, want ik vond dat u hebt een interessante functie als ik u goed beluisterd heb. Dus ik zou eigenlijk mijn vraag terug willen stellen. Van, zou je nu als normalisatieinstituut streven naar een standaard of misschien wel een kwaliteitskeurmerk voor algoritmes of toepassingen van algoritmes en dat proberen te introduceren? Is dat iets waar u aan denkt of aan werkt of enzovoort? Ja, daar werken we op dit moment ook aan. Ja. Ja. Ik was ook benieuwd van of daar andere gremia zijn, maar vanuit Nederland doen wij nu mee aan een Europees en mondiaal normalisatietraject, zeg maar. Dus er worden nu ISO-standaarden opgesteld en Europese normen over AI en big data. En dan met name vooral over die ethiek en de veiligheid en ook de betrouwbaarheid van algoritmen. Ja. En daar zijn dus nu ook juridische partijen bij, maar ook bijvoorbeeld, hoe heet dat nou? Ook vanuit certificering-achtige gedachten, dat je in een algoritme als een black box beschouwt, maar dat je wel kunt zeggen van, ik controleer wat er in en eruit gaat. Ja. En ik keur, zeg maar, dat algoritme, keur ik. Maar het lastige is dat je, normaal hebben we natuurlijk systemen die blijven zoals ze zijn. Alleen deze algoritmes zijn zelflerend. Dus op een gegeven moment, wie is dan de eigenaar of degene die je kan afstraffen of kan handhaven als het algoritme niet meer goed is? De ontwerper die ontwerpt het, maar door de data en de praktijk gaat het ineens heel anders functioneren. Ja, wie is dan aanspreekbaar? Dus dat soort discussies, en alle partijen in Nederland die zijn zeg maar vrij om deel te nemen aan dat proces nu. Wij geven in ieder geval de toegang. We hebben een nationale commissie opgericht. Met een brede betrokkenheid van de stakeholders. En partijen kunnen daaraan meedoen. En daarmee hebben we toegang tot het maken van die mondiale standaarden. Ik heb in het verlengde daarvan nog een vraag. Hè? Als algoritmes, of met name die zelflerende algoritmes, die zijn niet transparant. Omdat je niet kan natrekken wat nou eigenlijk precies het beslisproces is geweest. Wat geleid heeft tot een bepaalde beslissing of een uitkomst. Is dat niet strijdig met het juridisch principe dat een rechter zich moet verantwoorden voor de dingen die
uitspraken die hij doet bijvoorbeeld. Dat is meer in de juridische zin. Maar op het moment dat het juridisch aangevochten wordt, een beslissing van een algoritme, en je kan vervolgens niet herleiden welke argumenten tot een bepaald besluit hebben geleid, dan sta je als rechtsstaat met lege handen. Ja, absoluut. Ja, daar is ook in de GDPR is nu ook expliciet vastgelegd dat gebruikers recht hebben op een uitleg. Dus het moet wel, alleen de GDPR, dat is ook nog een beetje aan het gebeuren en kijken nou, op welke manier wordt dat nageleefd en wat zijn daarvoor standaarden. Wat wel kan, daar wordt onderzoek naar gedaan, is of je toch, want je kan een neuraal netwerk, dat is heel moeilijk om daaruit te achterhalen van nou, waar zit informatie opgeslagen. Wat wel kan is dat je bepaalde tussenstappen zo expliciet maakt. Bijvoorbeeld bepaalde kenmerken die worden geabstraheerd, waar je wel inzicht in hebt. Dus door een combinatie van technologieën te gebruiken, van technieken, om algoritmes te ontwerpen, kan je algoritmes ook, er zit ook wat tussenin. Er wordt veel gedacht in termen van visualiseren van hoe een algoritme werkt. Ligt daar mogelijk een oplossing? Ik zie bij visualiseren denk ik juist dat daar heel veel dat heel veelbelovend is voor juist gebruikers inzicht geven. Want er is natuurlijk een verschil als je een algoritme, je wil het kunnen controleren, zeg maar bij wet. Of je wil gebruikers inzicht geven in hoe iets tot stand is gekomen. En beide vereisen eigenlijk een andere vorm van uitleg. En er wordt heel veel gesproken over transparantie, maar ik denk... Ik vind zelf die term een beetje misleidend, want transparantie, als je inzicht hebt in de code, is het misschien, heb je transparantie, maar dan begrijp je nog niet wat daar gebeurt. Ja. Dus ik denk dat voor beide is uitleg nodig. En ik zelf denk dat juist naar gebruikers toe visualisatie heel veelbelovend is. En dat het de accountability, dus het controleerbaarheid, dat kan middels visualisaties, maar dat zijn mensen die er ook al wat verstand van hebben. Dus dat mag ook in andere vormen zijn. Ja. Ik had hier nog een vraag. Heeft die nog of is die al opgelost? Nou, inderdaad, u had mijn vraag over transparantie gesteld. In het kader van de Connecticut op Erasmus Universiteit, Erasmus School of Health Policy Management. En dus mijn vraag ging om op een andere manier om AI toe te passen, namelijk het helpen, AI-algoritmes zodanig uitleggen dat mensen het begrijpen. Dus dat is een AI op een andere manier inzetten, maar als tolk in feite, om even goed te begrijpen wat er in de neurale netwerken eigenlijk bestaat. Explainable AI bedoelt u? Sorry? Explainable AI. Precies. Ja, maar ik verstond niet helemaal goed. Of is dat ook waar u zelf mee bezig bent? Nou, nee, eerlijk gezegd ben ik bezig met AI in de zorg. Ja. Maar ik kan natuurlijk dezelfde soort problemen die u noemde, zien we dan ook in de zorg. Ja. Namelijk, mensen denken aan al die geweldige dingen die gebeuren. En wat je in de praktijk ziet, is het allemaal heel vaak tegenvalt. Maar dus, denk maar aan IBM Watson en zo. Dat gaat niet goed, maar er was heel veel hoop. Net zoals bij data. En nu is het maar de vraag, in hoeverre moeten wij alles weggooien? En hoeverre moeten we dan echt kritisch kijken naar de potentie? En even onze verwachtingen bijstellen. Nou ja, dat is inderdaad, AI wordt vaak ofwel heel erg overschat ofwel heel erg onderschat. Beide komen voor. Maar om nog even terug te komen op explainable AI, daar wordt inderdaad, dat is een onderzoeksgebied waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Maar het is wel zo dat gewoon door hoe neurale netwerken werken, zijn die gewoon lastiger verklaarbaar, lastiger uit te leggen dan meer kennisgebaseerde systemen. En dat is ook niet zomaar te veranderen. En dan kan je wel kijken hoe je het zo uitlegbaar mogelijk kan maken, maar dat is geen... En dat is ook pas in de laatste paar jaren echt heel erg een opleving gekregen. Dus daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, kom maar aan. En eerst hier nog even. Intussen wil ik even zeggen, want er gaan wat mensen weg. Als u weggaat, kunt u ook een boekje meenemen waarin de openbare les van Maaike uitgebreid in beschreven is. En dat bevat ook nog wat extra informatie. U had een vraag.
Marco Iwema, ik werk bij de gemeente Rotterdam ook. Even ingaand op die manier met normalisatie. Is het niet zo dat het veel meer een soort wedloop aan het worden is van wie de meeste kennis heeft en het best zeg maar ook dingen kan verbergen? En dat normale regels niet meer werken en dat je eigenlijk op zoek zou moeten naar een ander soort manier om algoritmes te controleren. Misschien wel met controlealgoritmes of met iets anders. Want mensen passen zich altijd aan. Hè? Bijvoorbeeld de Schumel software bij de diesels. Hè? Die was zo slim dat die de testsituatie herkende, waardoor ja, eigenlijk men er niet achter kwam dat er eigenlijk gesjoemeld werd. En zo kan je dat natuurlijk op allerlei vlakken doen. Hè? Dus waar zeg maar de kennis ontstaat, ontstaat ook het ontsnappen daaruit. Nou, de vraag is eigenlijk, zou jij een manier kunnen bedenken of een richting kunnen geven hoe we dan zeg maar dat toch een beetje in de hand kunnen houden? Hè? Zodat er niet een situatie ontstaat dat alles komt wat kan. Ja. Ja, volgens mij waar ik het nauwelijks over heb gehad in mijn verhaal, ik heb vooral over de overheid gehad en hoe die algoritmes kan inzetten. Maar u, volgens mij refereert u naar breder, want er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die algoritmes inzetten. En die hebben in andere doelen. Dus de overheid heeft in principe die heeft een maatschappelijk doel. En dus daar gaan ook waarden vanuit van gelijke behandeling. Dat is waar de... Daar is ons land op ingericht. En bij bedrijven is dat inderdaad nog veel lastiger. Ja, ik denk, hier is ook een vraag van, ja, hoe controleer je bedrijven? En dat geldt, dat is ook weer breder. Ik probeer altijd te vergelijken, zijn er, als het gaat over belasting, er zijn inderdaad altijd manieren om belasting te ontduiken. En dat is heel lastig. Dus het zal, ik denk ook niet dat het ooit perfect gaat, maar ik denk wel dat je door moet blijven gaan met proberen zo goed mogelijk toch bedrijven wel daarop te controleren. En ik zie voor de overheid een belangrijke taak. Daar zijn gewoon de middelen om het proberen zo goed mogelijk te doen, zonder bias. En als daar door overheden geld in wordt gestoken, dan, want nu is het dus zelf zo, als je het goed wil doen, is dat al heel moeilijk. Dus dat er op een gegeven moment standaarden ontstaan van, nou, dit is een manier om het zo veilig mogelijk te doen. En dit is een manier om het op een uitlegbare manier te doen. En hiervoor zetten we algoritmes wel in en niet in. En als er meer van dat soort standaard patronen ontstaan, kan dat ook als voorbeeld weer dienen en standaarden om bedrijven op basis daarvan te controleren. Maar zelfs die standaarden zijn er nu nog niet. Wie had een vraag? Het gaat zo snel, dus je loopt er achteraan, ja. Ik had niet echt een vraag, maar meer aansluiting op voorgaande vragen. Mijn naam is Kubra Keul-Ulsbosje, ik ben van de gemeente Rotterdam. En ik ben binnen het programma Datagedreven Werken aangesteld om bezig te zijn met ethiek. Dus waar ik ook mee bezig ben is het ethische beleidsstuk schrijven. Maar waar ik heel erg tegen oploop is echt van de basis van wat is eigenlijk nou ethiek. En waarom is dat nu heel erg belangrijk? En hoe gaan we dat verder vormgeven? En wat we ook hebben is, we zijn in samenwerking aangegaan met gemeente Amsterdam. Omdat er op dit moment zoveel dingen zijn als gedragscodes of richtlijnen over ethiek. Maar er is nog niet echt een standaard waar we naartoe werken. En dat proberen wij door middel van een ethische agenda of een conferentie in kaart te gaan brengen. Maar het is wel gewoon een gaande proces waar je niet echt kan neerzetten van oké, dit is het en dit gaan we doen. Dus als we samen kunnen werken, vind ik dat heel prettig. En ja, ook vanuit wetenschap is dat ook wel fijn als we daar meer informatie over kunnen ontvangen. Ja, absoluut. Nou ja, het lijkt me heel relevant en heel graag. Ethiek is ook, dat is natuurlijk het lastige met ethiek. Dus ethiek is niet een regels van dit is goed, dit is fout. Want er zijn verschillende ethische frameworken. En het is maar hoe je naar bekijkt of iets goed of fout is. En dat is heel lastig. En wij op de hogeschool zijn wij daar ook heel erg mee over aan het nadenken. Wij leiden studenten op die algoritmes bouwen of die toepassingen gaan maken waar algoritmes in zitten. Wat moeten we die studenten leren ook om hier op ethische manier mee om te gaan? Ja, ja, heel interessant. Ja. Ik had eigenlijk nog wel een vraagje aan u allemaal. Want u hebt nou dit verhaal gehoord en het wordt er niet simpeler op, heb ik zo het idee. Ik weet niet wat de indruk is die u bekruipt.
Wie is er nu eigenlijk positiever geworden over de potentie van de algoritmes op basis van vanmiddag? Wie zou daar iets over willen zeggen? Of misschien negatiever, laten we gelijk. Ja? Ja, u. Nou, ik denk dat er een wereld te winnen is en ik denk dat we alle kanten op kunnen. En inderdaad, wat jij aangeeft, volgens mij moet het daarover gaan. Maar en dat is dan mijn uitdaging, hoe doe je dat borgen in die praktijk? En kijk, we hebben de digitale stad nagebouwd, we hebben een soort matrixomgeving. En het zijn anonieme algoritmes waar het over gaat. Ik bedoel, niet geschoten is altijd mis. En ga gewoon een jaartje kijken en dan zien we wel wat er gebeurt. Of zoiets. Alsjeblieft. Gaan we dan eerst experimenteren of gaan we dan gelijk al toepassen? Nee. Gewoon, kijk, we zijn aangesloten op big data, real-time. Het is allemaal al, dat ontsluiten zal ontzettend moeilijk worden. Of dat zal de uitdaging worden, maar binnen nu in een maand of 9 moet dat realistisch zijn. En dan zien we wat er gebeurt. En dan kan je de verdieping maken naar de 4400 beveiligingscamera's op de anonieme algoritmes. Hè? Nog niet op... En dan kan je volgens mij hierover gaan praten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat je eerder moet gaan praten van laten we het proberen. Als je dingen probeert, zet je wel dingen in gang. En sommige dingen zijn niet terug te draaien. Dus ik denk, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, en we zien ook al een deel van de negatieve effecten, zien we ook al heel duidelijk. Dus ja. Ik denk dat AI heel veel potentie juist heeft, maar het gaat echt om dat we mensen zijn en dat het echt mens centraal moet staan. En dat we niet moeten aansluiten. En ik hoop dat we eerst kunnen experimenteren in datalabs. En vervolgens, alvorens we daarmee aan de slag gaan, echt de discussies op orde hebben. Want dat hebben we nu eigenlijk helemaal niet. We zijn wel... klein beetje of mensen zijn aan het praten, maar er is geen Nederlandse discussie nog gaande op ethiek, hoe we hiermee omgaan. En vervolgens, als dat wat duidelijker is, kan je wat meer gaan experimenteren in real life. Nog meer? Volgens mij zijn er nog wel, leveren er nog wel wat opmerkingen. U ook? Ja, dankjewel. Laura Tuininga, ook van de gemeente Rotterdam, ook van het programma Data Gedreven Werken. En ik vroeg me af... hoe kijk jij ernaar dat er inderdaad al heel veel mogelijk is? Zou daar eigenlijk al veel eerder een stop op gezet moeten zijn? Want alles is mogelijk. Moeten we dat willen? Vanuit overheidsland moeten we daar denk ik wel uit... hadden we daar misschien 10 jaar geleden al wel beleid op moeten gaan maken? Nou, dat is te laat. Hoe kijk jij wat dat betreft naar de toekomst? Nou, ik denk wel dat zeg maar overheden zijn er mee bezig, maar waar nog veel grotere schaal, ik denk de grote bedrijven, de grote techbedrijven als Facebook, Google, die hebben al zo'n monopolie en zoveel data en daar gebeuren al dingen waarvan ik denk, nou dat had ik liever niet gehad. Ja. De schaal van KPN is nog iets kleiner dan Facebook, maar ja... Of er nog te sturen is. Ik denk zeker dat daar nog in te sturen is. En, want ik denk, het zijn nu gigantisch grote bedrijven, maar ik denk ook, bijvoorbeeld Facebook, die zijn nu al heel... De reputatie van Facebook wordt wel snel slechter. En ik denk bijvoorbeeld de GDPR, daar kan je dingen op of aanmerken, maar het is wel een stap in de goede richting. Zo zie ik het. En... ik denk op het moment dat er een alternatief komt, goede alternatieven voor bijvoorbeeld Facebook, dan kan het ook heel snel weer een andere kant op gaan. Ik denk absoluut dat overheden daar, en ik denk als je kijkt naar Nederland, dat op Europees niveau moet gebeuren, ja. Ik heb daar nog 2 opmerkingen en dan gaan we langzaam, want de drank komt tot binnen sijpelen, dus die mag niet te lang. Nou, ik heb er hier nog 3 en dan stoppen we. Ik ben Peter van Schijf van gemeente Rotterdam. Ik vroeg me af, bent u bekend of er criteria zijn of praktische handreikingen wanneer je AI en zo ja welke vorm je kunt toepassen in welke situatie? En ik vraag dat omdat ik bij onze organisatie vaak genoeg zie dat wij het credo oplossing zoekt probleem hanteren. Dat doen we bijvoorbeeld ook met blockchain en dan gaan we moeten iets met blockchain en dan gaan we maar iets erbij verzinnen waarvoor we het kunnen gebruiken. En ik vind dat eigenlijk ook ethisch niet verantwoord. Hè? Ja. Ik weet niet, bent u bekend met DEDA?
Ja, is dat een, misschien een antwoord op uw vraag? Want dat... Ik weet dat de gemeente... Ik moet zeggen, ik ook niet. Ik weet wel dat jullie daar gebruik van maken en naar kijken. En volgens mij in Nederland is dat een van de meest uitgewerkte richtlijnen, in elk geval, ja, die ik ken. Ik weet niet van nog betere richtlijnen op dit moment. Maar ik ken ze ook niet allemaal. Ja, wanneer je welke... Ik weet niet zo een lijstje of een richtlijn of waar je... Nee, weet ik niet. Nee. Ik ga even nog twee vragen ophalen en dan kunt u die discussie dus nooit informeel nemen. Ik was benieuwd. Het ging net over Facebook en Google en nou, zo hebben we er nog een paar. En de grotere rol van de overheid. Dan... Aan het andere extreme zit dus zeg maar de Chinese vorm, waarbij de overheid alles in beheer heeft. Zou het ethisch verantwoorden zijn om dat in Nederland ook toe te passen? Nou, ik weet niet of u wel eens die filmpjes heeft gezien over hoe dat dan in China, of het social credit system hebben ze onder andere. Dat bijvoorbeeld als je door rood licht loopt, dan word je foto geprojecteerd op een shaming... Ja, ik zou zeggen, ik zou dat niet zo prettig vinden. Dat zijn de Chinese normen. Dat zijn niet de Nederlandse normen die toegepast zijn. Ja, maar dus eigenlijk ook dat de overheid een sterkere rol speelt. Ik zou niet graag toegaan naar de Chinese situatie. Maar dat de overheid hier een grote rol speelt, ik denk dat dat goed is. Ja, en ik denk dan vooral Europees niveau. Ja, er werd net gezegd van ja, het gaat ook de grote bedrijven, hè, met de algoritmes en zijn we dan niet te laat. Ik wou wel even aangeven dat in dat mondiale proces met de ISO-richtlijnen, zeg maar, dat daar ook Google en een aantal andere Amerikaanse partijen bij betrokken zijn. Dus daar is wel zeker een mengeling van overheid, bedrijven, NGO's. En in de Nederlandse normcommissie die invloed uitoefent, daar vindt nu ook wel die discussie plaats over van ja, wat willen we nu eigenlijk daarmee? Dus ik zou ook zeggen, ja, hier zit heel veel gemeente Rotterdam. Ik weet eerlijk gezegd niet of Rotterdam vertegenwoordigd is, want ik run niet die commissie, zeg maar. Maar anders zou ik zeggen, ja, neem daar ook aan deel. En dan gaat ook dat hele internationale netwerk voor je open en krijg je ook een beeld op wat er misschien gaat komen. Nou, mooie aanvulling, dank. Ik denk dat het een mooie suggestie is. Nou, ter afsluiting, iedereen hartelijk bedankt. Wat mij wel bezighoudt is dat er echt wel een hele goede discussie met hele reële vragen hier ontstaat. En wij zijn natuurlijk kenniswerkplaats Urban Big Data. En we hebben twee kennisinstellingen aan boord, Erasmus ook hier aanwezig en Hogeschool Rotterdam met research op dit gebied. Dus het zou mij ook wel een goed liefding waard zijn om eens te kijken of we die vragen die jullie nu allemaal hebben misschien wat in een bepaalde vorm naar binnen zouden krijgen. Ik kijk even naar Fadi. Volgens mij hebben jullie ook een e-mailadres van de kenniswerkplaats. Dus als jullie ons nu helemaal spammen met hele relevante vragen waar je eigenlijk gewoon op door wil, dan kunnen wij ook datgene wat jullie nu allemaal te berde brengen meenemen. En dus kijken of we dat op een zinnige manier naar jullie terug kunnen brengen. In de zin van een voorstel van, goh, misschien moeten we die richting uit met onderzoek en dit. We zijn binnen Creatie 010 heel actief aan het denken. Ik weet dat op Erasmus op allerlei plekken iets gebeurt. U geeft een hele mooie aanvulling van een commissie die bezig is. Dit is allemaal supergoeie en leuke en nuttige informatie. Dus ik zou zeggen, spam ons of spam Fadi. En dan spamt hij het wel weer door naar wie daarover kan gaan. Ik wou nogmaals even u bedanken. En niet in de laatste plaats Maaike voor... De mooie voordracht en de goede discussie. Dankjewel.